Sommige nieuwskoppen die je leest zijn zo ongelooflijk bizar dat twitteraars besluiten ermee te gaan rijmen. Rozen zijn rood, ik eet graag vis. Sophie, 8, ging voor de grap aan op de slagboom hangen, maar dan loopt het toch mis. Rozen zijn rood, mijn shirt kost 2 tientjes. Gerard, Gordon snuift zijn geld op en koopt vriendjes. Rozen zijn rood, de meeste dromen zijn bedrog. Gerard Joling feest burgeroorlog. Is dit het thema, Gerard Joling? Ik denk het wel. Rozen zijn rood, deze maandag doet zeer. Ik voel me als een... Sapijt met 2 anussen en geen grevelingen meer. Het past heel erg bij jou. Rozen zijn rood, dromen zijn bedrog. Boema na fietsongeluk, ik leef nog. Rozen zijn rood, zoet van geur. Mysterieuze schoolpoep in New Jersey blijkt schooldirecteur. Rozen zijn rood, SpongeBob is geel. Belgische docent sloeg student met geslachtsdeel. Ik snap de grap niet. Nee, ik ook niet. Roosjes zijn rood. Zorro rijdt hem. Roosjes zijn rood. Zorro rijdt een paard. Emily ontdekte een dating app op de telefoon van een vriend en kocht een samurai zwaard. Rozen zijn rood, suiker is zoet. Pepita van 22 maakt kunst met haar menstruatiebloed. Dit is gewoon... Dit is gewoon... Dit is smerig. Disturb as fuck gewoon weer. Dit ruik je ook gewoon aan de muur. Rozen zijn rood, de buurvrouw drinkt wijn. Alfred de Gruiter woedend over belboete. Ik had kiespijn. Rozen zijn rood, op een fles zit een dop. Een speer eet overwinningstaart van GroenLinks Nijmegen op. Rozen zijn rood. Mijn punten zijn slecht. Man volgt GPS en komt met e-scooter op de Duitse snelweg terecht. Dan ben je flink uit de buurt. Alright, rozen zijn rood. Scheef staat mijn huis. 12-jarige jongen stopt uit nieuwsgierigheid 39 magnetische balletjes in plasbuis. Ja. Oh, kinderen deze dagen, weet je wat. Ik ga het daarop houden. Laat maar zitten. Alles voor de lijken. Ik hoorde gewoon stenen in vijvertjes. En dat was dan... Hij doet het ergens anders. Ik slikte Max een gulden, maar dat is het. Wat zei je nou? Ja, nee. Joke. Je hebt een gulden ingeslikt? Ja, serieus. Nooit eruit gekregen. Dus. Why? Was een kind. Oké, cool. Rozen zijn rood. De hitte is te voelen. Dokter gewaarschuwd. Stop geen ijsjes in je vagina om af te koelen. Kan jij ook geen genoeg krijgen van deze hilarische Twitterpoëzie? Check dan de link in de beschrijving voor meer blogs. Vergeet je niet te abonneren op het kanaal. En doe natuurlijk een duimpje omhoog.